Welkom bij aflevering 15 en 16 van Hansje. Twee voor de prijs van één. Even terugkijken nou naar jonge Ajax. Lekker weer drie punten erbij. Die gode show, de jonkies. Die moesten snel weg naar de wedstrijd. Ja, die moesten maandag weer naar school. Ik heb de drie voor straf voor aan de Willemsweg afgezet. Het laatste stuk. Lutte lopen in het station. Daar heb ik afgesproken met reiziger. Een stelletje mutsen, zei hij. Hij was kwaad hoor. Maar goed dat hij juist een botte kluivert niet meedeed. Met zijn drie doelpunten voor Ajax 1. Favoriete speulers? Ik heb er vier. Golla, Dalle, Joppe en Rai. Tja, Telsa. Die oude Ierse club van Velsen Zuid bij de Hoogovens. We moesten het ijzer smeden als het heet is. Oud-Ierse, daar draait die club op. We hadden met de buurt Oud-Ierse ingezameld om jullie te helpen. Hierachter waren ze aan het laaien. Maar we hebben de boel maar stopgezet. Alle spelers van ons hebben een cd van Nick en Simon gekregen. De Duinvolendammers, anders heet je geen platje. De Smicht, zou de beu zeggen. Deze keer helemaal geen favoriete speler. Vrijdag tegenstander Dordrecht. Gerade Nooyer, trainer Schapenkoppen. Zijn broer Dennis is bij jullie spitsentrainer. Hij had ook nog bij ons gespeeld en 10 keer had hij gescoord. Dat was van 2001 tot 2004. We zullen zien of het vrijdag het lukt met onze gehavende ploeg. Laten wij de 12e man zien, supporters. En onthouden, we staan nog steeds bovenaan. En we zullen misschien nog vaker verliezen, maar we zullen ook nog vaker winnen. Voorspelling, er wordt gewoon 3-0 met twee vingers in de neus weer. Als ze hier achter weer mochten beginnen, heb ik volgens de veiligheidshelm op mijn hersens gezet. Heb ik gisteren een caviar opgevreten, zit onder mijn neus nog die stert.